Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik hoorde net de heer Dijkhoff iets vertellen over dat 11 september belangrijk was voor hem en de moord op Fortuyn en daardoor de moord op Van Gogh. Allemaal zaken die toch echt wel te maken hebben met wat je de cultuurclash kunt noemen tussen de islamitische wereld en de Europese wereld onder meer. En dat is waarom ik totaal niet begrijp wat zijn beleid is geweest als staatssecretaris van immigratie. Want ik heb hier een lijstje. Tussen 2015 en 2017 was hij staatssecretaris van immigratie, verantwoordelijk voor het immigratiebeleid. En toen heeft hij 250.000 niet-westerse immigranten naar Nederland laten komen. 250.000. Waarom? Welke les heeft hij dan niet getrokken uit 11 september, moord op Fortuyn, moord op Van Gogh enzovoort? Van wat dit met onze samenleving doet, al die immigratie. De les die ik niet heb getrokken is dat elke niet-westerse allochtoon meteen een terrorist is die met messen loopt te zwaaien of kogels loopt te schieten. De moord op Fortuyn heeft, ik denk, iets meer nuance nodig als we de daderschap toewijzen. Het is totaal verknipt. En ik, maar dat was wel een Nederlander. Dus dat is de les die ik niet heb getrokken. De les die ik wel heb getrokken is dat integratie niet vanzelf gaat. Dat ik elk individu dat hier woont het gun om onze waarden over te nemen. En dat wij daar weerbaarder in moeten zijn en dwingender in moeten zijn. En dat het niet zo is dat als je hier maar lang genoeg woont, dat de vrijheid die we in dit land voor gevochten hebben en die je hier zelf ook kunt hebben, dat die vanzelf als een soort besmettelijkheid, als een soort virus misschien leidt, dat je zelf ook een liberaal of in ieder geval vrijheiddenkend en koesterend en het kleine van kerk en staat minnend burger wordt. En dat wij daar dus scherper in moeten zijn. En ook meer grip moeten krijgen op onze migratie als onderdeel daarvan, maar niet als enig deel daarvan. Ja, maar, maar goed, kijk, dat is natuurlijk wat in de situatie rondom Fortuyn speelde. En niet zozeer zijn moordenaar als persoon, maar wel het debat dat hij entameerde over de consequenties van de immigratie en de enorme integratieproblemen. En die worden eigenlijk alleen maar meer, hè? Die worden erger. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de tweede, derde generatie immigranten vaak nog minder affiniteit heeft met Europa, westerse waarden, Nederland, dan hun ouders. Ruud Koopmans bijvoorbeeld heeft daar allerlei onderzoeken naar gedaan. En daarom begrijp ik dat immigratiebeleid van de VVD niet. Dus hier hoor ik dan in algemene zin principes uitgesproken worden, waarvan ik denk, nou, dat begrijp ik voor een deel, kan ik me herkennen. Maar dan zie ik het beleid. Afgelopen 10 jaar is de VVD aan de macht geweest. Absolute recordcijfers van niet-westerse immigranten naar Nederland. En dan zegt Henk Kamp, ja, het is misschien omdat de verkiezingen eraan komen, maar immigratie is ons overkomen. Hoe kan dat nou? Wie zit er dan te slapen? Is het u overkomen, al die immigratie, in de tijd dat u staatssecretaris van immigratie was? Nee, voorzitter, want de cijfers van de heer Baudet, misschien goed voor mensen die het debat volgen, dat zijn niet alleen asielzoekers. Dat is het totale cijfer. En er zit ook heel bewust beleid in om mensen uit niet-westerse landen uit te nodigen die een versterking voor de economie zijn. Die misschien qua waardepatroon al heel dicht bij dat van ons zitten. Dus het is je kunt dat getal niet zomaar op één type mens. Nou, dat is leuk, want die opmerking had ik verwacht. En daar heb ik ook nog wat cijfers van. Dat gaat om 20.000 mensen. Meneer Baudet, de heer Dijkhoff is nog niet uitgepraat. Er worden ook nog mensen die afgewezen zijn en wel afhalen. Maar maakt die cijfers, weet je, er komt alweer een andere troll online met nieuwe cijfers. Dat maakt verder niet zoveel uit. Het gaat om het beleid. En vluchtelingenbeleid, dat is wat je voert, dat is wat op gaat, asielbeleid. Deels overkomt je dat, want je kunt het soepelste beleid van de wereld hebben als er nergens oorlog is en onderdrukking. Dan komt er niemand binnen met dat beleid. Dus een deel van het beleid is sturend en een deel van het beleid niet. Het is gewoon events, dingen die in de wereld gebeuren. Dus een oorlog in Syrië, heb ik niet veroorzaakt. Wat we wel hebben gedaan is opvang geregeld. Dat overkwam ons. Daar waren we niet goed op voorbereid over dat er zoveel mensen tegelijk door heel Europa kwamen. Had ook te maken met de opstelling van een groot gerespecteerd buurland. Dat zei weer Schaffendas en kom maar. Waardoor al die landen ertussenin, tussen Duitsland en Griekenland, op de Balkan en ook de EU-lidstaten ertussenin zitten, dachten, ja, nou, loopt dan maar door als Duitsland ze wil hebben. En ook een deel in Nederland kwam. Daar was ik niet blij mee. Daarom hebben we heel snel gezorgd dat we onorthodoxe plannen in gang hebben gezet, waarvan er een deel is uitgevoerd, namelijk het sluiten van de Balkanroute en een deal met Turkije. En het sluiten van de Balkanroute, ik weet nog hoe dat ging en welke telefoontjes daar vooraf gingen, daar ben ik nog steeds erg blij mee en erg trots op.
We waren ook bereid om andere dingen te doen, zoals de Europese binnengrenzen te versterken of binnen Schengen wat te doen of een ring om Duitsland heen te doen. Dat was allemaal niet nodig, omdat die andere opties die de voorkeur hadden werkten. Maar het is niet zo dat als iets hoger is dan verwacht, dat je dan niks doet. Dan ga je keihard werken om het in te dammen. En dat is ook gelukt. Alleen ik had wel gewild dat de stroom al kleiner was of dat we het eerder hadden kunnen indammen. De heer Baudet. Maar dat is natuurlijk totale onzin. Als mensen naar Duitsland komen, betekent dat niet dat ze ook naar Nederland mogen komen of kunnen komen. Dat is echt gewoon bewust beleid geweest. En ook nu, Syriërs die terug kunnen, die worden niet geholpen om ook daadwerkelijk terug te gaan. Er zijn 100.000 mensen die nu elke week een permanente verblijfsvergunning krijgen. Steeds meer, 1.000, 2.000 per week, omdat ze nu 5 jaar in Nederland zijn. Als het uw doel was geweest om tijdelijke opvang te regelen, waarom krijgen ze dan een permanente verblijfsvergunning? Ze zitten in al die huizen die we nu tekort hebben in Nederland. En u tekent ook nog het Marrakesh Immigratiepact, uw partij. Niet veel daarna. Dus u kunt ons niet zeggen dat het ons overkomen is, of de VVD overkomen is, of Nederland overkomen is. Het is bewust beleid. En u staat daarvoor. En ik vind het zo schizofreen. Zeg dat dan gewoon, dat u dat wil, of dat u erin gelooft. Maar verschuil u niet achter vage principes waar u vervolgens gewoon totaal niet naar handelt. De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, er zitten een hoop kwalificaties tussen die ik maar even als ruis parkeer. Ik geef hier precies aan hoe het gelopen is, wat we toen aan gedaan hebben om het in te dammen. Dat mij niet alles lukt wat ik wil, ook al ben je staatssecretaris, dat heeft ook te maken met politieke meerderheden. En dat je in Europa ook andere landen hebt met een mening. Als ik het in mijn eentje voor het zeggen heb, dan ziet het beleid er anders uit. Ik heb het helaas alleen nog nooit in mijn eentje voor het zeggen gehad. Ik zou dan sowieso willen dat de tijdelijkheid veel harder ingebakken wordt door na 4 jaar al een moment te hebben om te kijken of je nog hier moet blijven of naar de opvangende regio teruggaat en in plaats jouw plaats, want ik wil wel een bijdrage leveren aan echte vluchtelingen opvangen tijdelijk, dan weer anderen hier komen. En als je in die jaren laat zien dat je hier heel goed past in onze samenleving, zou ik kijken of er een traject naar permanent verblijf mogelijk is. Ik zou daar veel liever zo mee omgaan. Alleen de werkelijkheid is wel, en nou ja, ik weet niet en welke route voor de heer Baudet en zijn politieke beweging voor hem ligt. Het kan 15 jaar duren, het kan 100 jaar duren, hoorden we al. Maar er zijn wel beperkingen die je hebt. Ook al word je de grootste partij van het land en mag je namens een coalitie beleid voeren. Je kunt je niet in je eentje voor het zeggen hebben. De vraag is dan, doe je het dan niet? Of doe je je best om zo dicht mogelijk bij je principes in de buurt te komen? Tot slot op dit punt, ja, de heer Baudet. Dit is echt dit is echt een godspe. De VVD is al 10 jaar de regerende partij. Heeft de premier geleverd. En slaagt er nog steeds in om een soort van tweede persona te creëren in de aanloop naar verkiezingen. Met een soort verhaal van we moeten immigratie inperken enzovoort. En als ik u dan op de man af naar vraag, dan zegt u ja, we hadden geen meerderheid ervoor. We konden het eigenlijk niet. Het is toch niemand die dat gelooft. Het is gewoon flauwekul. De VVD, en u bent staatssecretaris van immigratie geweest, heeft gewoon recordcijfers aan niet-westerse immigranten naar Nederland laten komen. En u maakt het mij, en ik denk niemand in Nederland, wijs dat u dat eigenlijk niet wilde, maar daartoe gedwongen werd, u kon geen kant op enzovoorts. Zo kun je toch niet een land regeren en op deze manier de verantwoordelijkheid daarvan van je afschuiven. Dat is toch totaal of we regeren al 10 jaar of je kunt zo niet het land regeren. Het is 1 van de 2. En volgens mij regeren we inderdaad al 10 jaar. Nemen we volle verantwoordelijkheid voor. Er zijn er heel vaak verkiezingen waarbij de kiezer zelf bepaalt wat hij wel en niet gelooft. En zelf bepaalt of hij denkt dat de heer Baudet met die stem de realiteit meer naar zijn hand kan buigen. Of dat er andere mensen zijn die zeggen we willen veel. Lukt nooit allemaal in een coalitieland, maar we werken er hard aan. Dat is aan de kiezer. Dat is niet aan de heer Baudet. Maar u zult niet op mij stemmen. En ik ook zeker niet op u. Dus dat is aan anderen. Ja, nou ja, maar even om af te maken dan. Dus ik constateer, in 10 jaar tijd 750.000 niet-westerse immigranten. U bent verantwoordelijk geweest voor 250.000 daarvan in uw periode als staatssecretaris. En u zegt daar dus over, als ik u dan vraag, van ja, we hadden nou eenmaal niet de absolute meerderheid, dus we konden ook niet zelf het beleid bepalen. Maar wel het Marrakesh Immigratiepact tekenen. En Ankie Knol, die krijgt niet eens een afspraak in Marokko om met illegale enzovoorts terug te kunnen sturen. Dat is toch totaal gefaald beleid dan? Geef dat dan op Marokko minst wachten totdat u langskomt. Kijk, voorzitter, kijk, ik heb mensen al mijn verantwoordelijkheid en daarvoor als Kamerlid en kabinet gesteund waren anderen die verantwoordelijkheid droegen, waarin je mensen die op de vlucht zijn
beoordeelt of ze daadwerkelijk op de vlucht zijn. Dat je ze opvang biedt, dat je ze de kinderen in zorgt dat ze een bed hebben. Dat je daarna je selecteert wie er wel en niet mag blijven. En dat je hard werkt aan wie je niet mag blijven kunt uitzetten. Ik ben er dus verantwoordelijk voor iedereen die heeft mogen blijven en voor iedereen die vertrokken is. Ik ben verantwoordelijk voor het aanscherpen van het kunnen intrekken van je verblijfsvergunning. Ook al ben je dus een echte vluchteling als je de wet overtreedt. En ik ben medeverantwoordelijk met een hoop andere Europese landen voor het sluiten van de Balkanroute. En ja, dat is waar de mensen mij en mijn partij mogen beoordelen op alle plussen mevrouw en minnen. Mevrouw Ouwehand,